Krabbel voelde zich niet goed vannacht. Hij krabde en krabde aan de deur om naar buiten te gaan. Oeps, een ongelukje. Hij kon het niet meer ophouden. En dus hebben ze hem gestraft. Geslagen met een krant. Opgesloten in zijn kooi. Zo lang dat hij zich vergeten voelde. Sindsdien verstopt hij zich en houdt hij zich gedijst. Als hij manieren leert, krijgt hij iets te eten. Slaan, bedreigen, opsluiten, geen water of eten geven. Dat is geen opvoeding. Dat is mishandeling. Ze heten Ringo, Krabbel of Kroket. Het zijn Brusselaars als jij en ik en vrienden voor het leven. Draag zorg voor hen.